Een dagboek schreef ze Anne Frank. Een vulpen in haar kleine hand. Een 13-jarig meisje in het achterpand. Een tafel en een ledikant. Het achterhuis was stil van Anne Frank. De dagen duurden maandenlang. De foto's van wat filmsterren op de hang. Een traan over haar bleke wang. Ze was bang. Lieve Kitty, zeg me, waarom wij? Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Ze zat er vaak versteend van angst. Weer kwamen er soldaten langs. Het geluid van zware stappen kreeg een hardere klank. Maar stierf ook weer weg, goddank. Voor hoe lang? Lieve Kitty, zeg me, waarom wij? Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Na 25 maanden vol van angst, de groene politie, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van concentratiekamp. Een dagboek van een kind, bedankt. Anne Frank. Lieve Kitty, zeg me waarom wij? Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Lieve Kitty, zeg me waarom wij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Lieve Kitty, waarom wij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Lieve Kitty, zeg me waarom wij? Waarom zijn de